Het Slaapfestival is een zomers festival met theatrale en muzikale acts en beeldende kunstinstallaties, gemaakt door inwoners van het AZC in Balk en door inwoners van Balk en omgeving. In deze AZC-kamers zijn verschillende voorstellingen voorbereid door koppels. Eén iemand uit het AZC en één iemand uit het dorp. En die gaan hier opgevoerd worden voor kleine groepen publiek. Imagine, you're at the beach. There are birds flying over in the sunset. At first I thought him it would be a lot different, but I see him actually have the same dream maybe, yeah. And same hobbies. Yeah, we have things in common. Mm. We actually can mix and we are very, very similar. Nou ja, vanaf het begin klikte het gewoon al meteen heel erg goed en vond ik het al heel erg leuk om te doen. En ja, nu zitten we hier. Ze heeft mij dit armbandje gegeven en Faiza heeft die zelf ook. Het is echt super lief. Ik ben er echt heel blij mee. Oh. We had a lot of fun. And yeah, and it's nice, before the project we didn't know each other. So with the project with Haring and Hummus we get to know each other and we became friends. Tijdens dat wekenlang voorbereiden ontstaan er ook vriendschappen. Want mensen die komen met elkaar in contact en wisselen hun interesses, hun verhalen uit. And there's even some love in here. Whoa. Nee, geen handen, dit is goed. Ach. Het is 1000 euro of niet, oké? Oké, oké. Ik vind het een heel mooi concept en een heel leuk idee om mensen samen te brengen. En dat is ook eigenlijk wat me heel erg trekt aan dit project. Dat vind ik wel heel mooi dat dat kan met AZC'ers en bewoners die hier wonen. Hoe gaat de samenwerking tussen ons? Ja, ik ben er blij mee, Sjaukja. Ja? Bij al onze projecten gaat het erom dat mensen met elkaar samenwerken. En het is niet anders hier op het Slaapfestival. Want letterlijk alles wat hier op het Slaapfestival te zien, te doen, te gebruiken is. Dus dan hebben we het over van de brug tot de voorstellingen, tot de mensen die achter de bar staan. Dat is allemaal tot stand gekomen door samenwerking tussen mensen uit het AZC en mensen uit het dorp en de omgeving. La, la. Ja. Dinsdag zingen samen, dames voor Duits, voor Arabiek, voor Farsi, voor Chien. Ja, het is gezellig. Wij gaan anders elkaar missen, ja. Toch? Ja. We gaan elkaar missen. Ja. Ja, het is gewoon superleuk. Zij maken hun eigen dingen uit de landen waar ze vandaan komen. En wij maken de Hollandse hap. Samen koken, ja, heel gezellig. En wat dat thema rondom het onderwerp dromen heel erg bijzonder en interessant maakt, is dat op het moment dat je die vraag aan mensen stelt, en wat is jouw droom? Dat je daarbij het gelijk eigenlijk heel persoonlijk maakt en je dichtbij de kern komt van wat is belangrijk voor iemand en wat speelt er in iemands leven. Mijn droom is, ik ga naar de universiteit. Dat ik nog heel veel leuke rollen mag spelen in theaterstukken. Dat mijn kinderen en kleinkinderen gezond blijven. That we can all
live together? Automotor. Fee. Ferrari. To get married! Okay. Girl, thank you! En dat varieert van mooie dromen, maar ook van dingen die je graag wilt, omdat de situatie misschien nu nog niet is zoals je die graag zou willen zien voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt. My dream is to go back to Syria. Ja, door die vraag kom je eigenlijk direct bij de kern. Want iedereen heeft dromen. Mag ik jullie de bandjes geven? Ja. Welkom en assalam alaikum. Zijn AZC zijn vaak een aparte wereld. Een wereld waar wij vaak niet komen. En wat is het toch fantastisch dat we vanavond twee werelden bij elkaar kunnen brengen op dit eerste slaapfestival. Het project is geslaagd als de deelnemers in de voorbereiding op het festival zelf en ook erna mooie ontmoetingen met elkaar hebben en elkaar weten te vinden. Ja, en voor het publiek vooral dat die een hele mooie inspirerende avond hebben gehad.